Straks zal er aanbesteed gaan worden, zorg aanbesteed gaan worden. Dan komen er nieuwe instellingen die zorg gaan verlenen. En ook voor hen vinden we dat die norm moet gaan gelden. Wij denken dat met name mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer, dat die nog eens een keer extra gehandicapt zijn. Want dat zijn toch over het algemeen mensen op hoge leeftijd. Mensen met een beperking, laaggeletterden, die hebben geen toegang tot dit soort inspraakmedia. Als je nu inschrijft bij Woningnet, dan kan het wel 7 jaar duren voor je in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Dus dat is erg lang. En als er in 1 keer 70 mensen op die huurmarkt toegevoegd worden, ja, dan ten eerste wordt dat al een probleem om voor die mensen een huis te zoeken. En ten tweede zijn er andere mensen die dan niet in een woning kunnen krijgen. De ICT wordt nu door mensen van de gemeente zelf gedaan. Maar dit wil het stadsbestuur gaan uitbesteden aan een extern bedrijf. Hierdoor hoopt de gemeente 5 miljoen euro te bezuinigen. Dat wil zeggen dat alle computers, alle netwerken en het gegevensbeheer in handen komt te liggen van een marktpartij. En daarbij komen 144 mensen die nu bij de gemeente werken op straat te staan. Als je als rolstoelgebruiker een busje nodig hebt om daarin vervoerd te worden, dan komt er gewoon een personenauto voor rijden. Nou, we hebben nu vraaggesteld aan de burgemeester en wethouders om te vragen wat is nou aan de hand, wanneer gaat het gerepareerd worden en gaan we er ook voor zorgen als gemeente dat het structureel een oplossing is, dus dat die straatverlichting blijft branden. Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor kwam er pas erg laat achter dat de problemen zo groot waren. Daarom zijn er grote achterstanden ontstaan die nu in een duur plan moeten worden weggewerkt. De wethouder zegt dat het geval niet het probleem is. Ik kan het zeg maar in het algemene beeld kan ik dat met hem eens zijn. Maar u kunt toch niet ontkennen dat er verschillende plekken zijn in de stad waar het wel degelijk probleem is van veel plaatsen van grof vuil. En daar moeten we toch ook op ingrijpen. Voorzitter, nogmaals, dat doen we ook. Daar grijpen we op in. We grijpen in op meldingen. Het probleem is alleen tokkies gonna tokkie. Mensen moeten hun grof vuil niet op straat gooien. Dat moeten ze gewoon wegbrengen, dat weet u ook. Sorry voorzitter, maar noem de wethouder inwoners van onze stad nu tokkies? Ik noem mensen die grof vuil op straat gooien, terwijl er alle mogelijkheden zijn om dat gewoon weg te brengen. Dat vind ik niet normaal. Nee, en daar kunt u heel boos om worden, maar dat is niet normaal. Dat zou nergens normaal moeten zijn, wat mij betreft. En dat heeft ook heel weinig te maken met de gemeentelijke dienstverlening. Ja, maar dan passen de wethouder toch niet om inwoners van onze stad te gaan uitschelden. U zegt er zijn genoeg mogelijkheden. Blijkbaar weten die mensen die mogelijkheden niet voldoende te benutten, moeten ze beter in staat stellen. Stakeholder, artificial intelligence of incubators. Dat komt de toegankelijkheid van de besluitvorming bepaald niet ten goede. Wie begrijpt dit nog buitenshuis? Vandaar dat de stukken die op deze agenda staan voor mij als voorbeeld gelden van hoe het niet moet. Daarom heb ik bij mij het volgende, dames en heren. Op het moment dat een van uw commissieleden een Engelse term gebruikt in zijn woordvoering, dan doe ik eventjes zo. Dan heeft u de gelegenheid om daar een fatsoenlijk Nederlands woord voor te bedenken. Of, als dat niet mogelijk is, even uitleg te geven over wat die term behelst. De gemeente gaat dus onderzoeken welke cruciale beroepen er nu echt zijn. En dan denken wij aan mensen die in het kader van de huishoudelijke hulp werken. Mensen die WMO-vervoer doen. Mensen die leerlingenvervoer doen. Dat soort beroepen. Dat zijn ook vaak de mensen die met kleine contracten werken. En waardoor dat ze niet op een goede manier rond kunnen komen. Er lijkt nu een meerderheid te zijn in de Tweede Kamer om de hondenbelastingen af te schaffen. Die willen dat de overheid gaat zoeken naar manieren om dat te doen. Hier in Groningen is onderzoek naar gedaan. Wij kunnen dat doen met de OZB afschaffen. Dus we roepen nu ook echt op om de actiegroep hondenbelasting weg ermee en andere hondenbezitters om de druk op te voeren op de coalitiepartijen. Zodat begin juli eindelijk de hondenbelasting afgeschaft kan worden. Ik vind het schandalig. Want je hebt huurders. En wat is een huurder van een makelaar? Een andere huurder dan van een corporatie. Heeft hij niet met hetzelfde te maken? Achterstallig onderhoud.
uitgestelde onderhoud, noem alles maar op, wat de reden eigenlijk is om de compensatie te geven. Als geboren en getogen stadjer heb ik nu de eer om 68 jaar na mijn geboorte in de Raad van de Gemeente Groningen te mogen zitten. En mag ik opkomen voor de belangen van de inwoners van deze mooie gemeente. De gemeente is in de afgelopen 68 jaar natuurlijk wel behoorlijk veranderd. Zo is het Noorderplantsoen van een doorgaande autoroute veranderd in een prachtig park waar het goed toeven is. Echter, een aantal vogels van diverse pluimage, en daarmee bedoel ik geen kool- of pimpelmezen, maar mensen die wanneer ze met een groep samen zijn, moeite hebben om niet de kool en de geit te sparen. De enige plek waar je eigenlijk wil gaan zitten is daar bij de drie gezusters. Daar zitten ook banken, maar dat denderen om de 10 seconden denderen aan bussen bij langers. Dus daar word je ook niet echt gelukkig van als je daar zit. SP-raadslid Wim Cox balt ervan dat de bankjes die hier tot voor kort stonden zijn weggehaald. De bankjes waren van de ABN AMRO Bank, maar die heeft ze laten weghalen omdat de bankjes gepaard gingen met overlast. Maar nou wil het toeval dat de ABN ze aan de gemeente Groningen gegeven heeft. En dan denk ik, deze stoep is van de gemeente Groningen. Gemeente Groningen, zet ze weer terug. Het is jullie stoep, jullie bankjes, kost niks. Kan iedereen weer zitten,